elke dag gaan we allemaal met de fiets naar school. Of pakken we de OV en reizen we met het openbaar vervoer. Maar hoe ging het vroeger eigenlijk? Was dit ook zo simpel of zat het anders? Voordat ik naar die katholieke jongensschool ging, was ik kleuter en moest als kleuter ook naar de kleuterschool. En hoe ging dat in zijn werk? Vlak voor ons huis liep een trammetje. Een trammetje wat uit Gendringen kwam en via Doetinchem naar Doesburg ging. En met dat trammetje moest ik naar de school. Het was vlak voor de oorlog. En onze eerste schoolperiode lag dus in de oorlogsjaren. En dat betekende dat je als je die 3 kilometer dus naar die school moest, dat je dan met dat trammetje moest. Maar het was oorlog en wij mochten niet in die tram zonder persoonsbewijs. Dus ging mijn vader naar het gemeentehuis en vroeg voor mij een persoonsbewijs aan. Toen ik erover nadacht en met mijn vriendin ook daarover praatte, was dat hoe klein we ook waren, we liepen kennelijk altijd gewoon naar die school. Als we nu kijken wat de weg is en hoe druk het daar is, dan ben je verbaasd dat dat allemaal maar kon. Maar in die tijd, en dan praat ik over vlak na de oorlog, 46, 47, was dat heel vertrouwd kennelijk, want ik zou niet weten hoe mijn moeder zo'n koppel kinderen allemaal naar 2 verschillende locaties kon brengen, want die jongens zaten natuurlijk op een katholieke jongensschool. Toen ik de eerste communie deed, kreeg ik een fiets, een oude fiets van mijn tante die nieuwe kreeg. Een damesfiets dus, waar ik niet bij kon met mijn voeten bij de trappers. Dus had mijn vader aan beide kanten van de trappers zo'n groot dik stuk hout gemaakt, zodat die trappers veel hoger werden. En kon ik dus in plaats van te moeten lopen die 3 kilometer elke dag naar de school en weer terug, kon ik op de fiets. En bovendien kon ik mijn zusje, die 3 jaar jonger was, toen achter op de fiets meenemen, want die was iets dichterbij, die moest naar de Rooms-Katholieke meisjesschool. En dat mocht ook weer niet van de wet, want je mocht geen mensen op een fiets vervoeren, maar daar smoggelden we wel mee, want onze weg was zo saai en lang dat er toch geen politie kwam. Tegenwoordig volgt iedereen school op zijn eigen niveau en kiest daarna een studie die bij hem of haar past. Maar hoe zat dit vroeger? Wat ook heel grappig was, dat je in die tijd, en dan zit ik in de 50 ongeveer denk ik, vijfde, zevende klas, dat we al een hele duidelijke differentiatie hadden tussen de kinderen die op de tenen moesten lopen om de stof op te pakken, of die het spelende wijs deden. En onze zusters, met name mijn in de zesde klas, was daar een heel duidelijk verschil. We hadden een stof op A-niveau, dat was voor de basis, maar we hadden ook stof op B-niveau. En als je alle stof op B-niveau had gehad, dan mocht je ook nog C-niveau doen. Goed, dat betekent al een beetje dat je eigenlijk in die zesde klas al een beetje wist waar de kinderen heen gingen. Want er gingen ook kinderen, die gingen nog naar een zevende klas. Dat was een beetje een huishoud, het was een zevende klas. Dan bleef je nog een beetje op je eigen lagere school. Dat aan het eind van die lagere schoolperiode er een katholieke HBS in Doetinchem was opgericht. Maar een nieuwe HBS moet leerlingen hebben. Dus ging het hoofd van de lagere school naar mijn ouders en zei: meneer en mevrouw Knuvers, die zoon van u is goed genoeg voor de HBS. Daar moet hij heen en ik vind dat u dat moet doen. En in die tijd was het nog heel gewoon dat als de pastoor op het hoofd van de school of de burgemeester kwam, dat je dan deed wat die mensen zeiden. Dat waren de leidinggevende, de prominenten in de plaats en dat volgde je dus. Voor mijn ouders was dat nieuw, want in mijn familie was nog nooit iemand naar de HBS gegaan. En het was ook wel heel spannend dus, om dat voor elkaar te maken. Maar goed, zij deden wat de meester zei en die zei van: die jongen is goed genoeg, ik maak hem wel klaar voor het toelatingsexamen, want dat moesten we toen nog doen. En dan gaat hij dat vast wel redden. Nou, daar heeft hij gelijk in gekregen. De upper tent, zeg maar in Sneek, die deden de meiden en ook de jongens, maar daar heb ik minder zicht op, die deden de meisjes naar de middelbare scholen, ergens een internaat in, de meeste in Nijmegen. Die gingen dus echt met 12 jaar al op internaat om daar een middelbare schoolopleiding te doen. Daar de laag boven, of onder eigenlijk, die gingen dan naar de HBS. En het had duidelijk
met een standsverschil te maken. Of je bij de HBS, op de HBS kwam of op de MULO of ULO en op de huishoudschool. Je weet ook precies hoe weinig kinderen van jouw klas, en dat is natuurlijk heel raar dat er van een hele grote klas maar 2 of 3 naar de middelbare school gaan. Duidelijk in die tijd veel meer een standsverschil wat bepaalde wat je schoolkeuze ging worden. Voor ons is het normaal om te kiezen naar wat voor school we gaan. Een christelijke, openbare, katholieke, het maakt allemaal niet uit. Hadden ze vroeger ook al deze keuzes of was dat anders? Ik werd geboren als katholieke jongen in een goed katholiek gezin. Dat betekende dat ik niet naar de openbare school mocht die op 500 meter afstand van mijn ouderlijk huis lag, maar dat ik naar de katholieke jongensschool in Doetinchem moest. Toen ik van de lagere school afging, ging ik naar de openbare HBS. Mijn ouders hadden toen een beetje het idee, nou, dat is een meisje die kan, als ze in het eerste jaar overgaat, dan kan ze naar de MMS, want de MMS begon pas het tweede jaar. Maar toen was ik net een puber en ik had er geen enkele behoefte meer aan om dan nog in een klas te zitten met alleen maar meiden. Het was veel te gezellig in zo'n gemengde school, in een gemengde klas. En toen heb ik een behoorlijke aanvaring met mijn ouders gehad. Die zeiden, oké, meisje, als je dat dan niet wilt, dan ga je nu naar Bolsward. En wat was er in Bolsward? Dat was net zoals dat in Doetinchem was. Er kwam voor het eerst een katholieke HBS voor heel Friesland. Dat betekende dat er 's morgens, je moet je dat voorstellen, dat we vanuit, haal de kaart van Friesland maar eens even in je hoofd, vanuit Huilingen, vanuit Franeker, vanuit Leeuwarden, maar die kwamen met de bus, dat was te ver, vanuit Sneek, vanuit Workum, kwamen alle mogelijke leerlingen om dat katholieke onderwijs, dat was in die tijd ongelooflijk belangrijk nog, om je, en met name denk ik ook in Friesland, want er zijn veel minder katholieken. Dus we moesten met elkaar die HBS zorgen dat het een succes werd. Tegenwoordig kost studeren veel geld. En zien studenten er tegenop om te gaan studeren, omdat ze met hoge studielasten blijven zitten. Was dit vroeger ook zo, of was studeren toen een stuk makkelijker? Wat interessant is, is dat ik natuurlijk dan gemiddeld zeg maar 8000 euro schuld had. Maar voor maatschappelijk werkers gold dat als jij een jaar lang het werk had gedaan zoals dat voor de mensen van handen lag, dat je dan 20% kreeg kwijtgescholden. En dat betekent dat ik na 5 jaar werken mijn volledige studieschuld had afgelost. En dat was wel lekker, want dat betekende dat je niet, zoals dat nu straks zal gaan, alles moet terugbetalen. En dus levenslang stond vanmorgen nog in de krant 18 euro per maand moet betalen, 35 jaar lang om 5000 euro subsidiegeld af te lossen. Wij waren ermee klaar. Mijn kamertje, dat is misschien wel leuk in Enschede, kostte toen 40 gulden. En het geld wat ik kreeg, wat ik te besteden had in totaal, was 125 gulden. En ik was dan ook al heel blij als ik zondagsavonds of maandags, wanneer ik maar wegging, van mijn moeder een restant van het eten in een pannetje meekreeg, zodat ik dat die dag kon opwarmen. En dat scheelde alweer een maaltijd. Op de middelbare school hadden wij ook geen studiekosten. Wij moesten wel ieder jaar boeken kopen en dat moesten de ouders dan weer betalen. En daar kreeg je dan inderdaad de kinderbijslag weer voor, zodat dat ook een beetje... Wat ik me nog heel goed herinner, maar dat is even een heel klein detail, dat als ik een weekend in Enschede bleef, dat waren lange weekenden, want de meeste, eigenlijk was iedereen wel bijna weg, dan trakteerde ik mezelf erop en dan kocht ik een broodje, moet je opletten, van 28 cent. Normaal kost het broodje wat ik haalde door de week 21. En dan kost het 28. Dat was mijn luxe voor het weekend. Sorry. Dus geld was heel, heel, heel minimaal.